club wordt opgeheven, losers. Doei. We gaan voetballen. Ik zou toch zweren dat hij deze kant op ging? Of ging hij dan toch naar een andere verdieping? Hey, wie ligt er eigenlijk op die kamer? Ja, de lang verwachte dag is aangebroken! Je hebt weer geluk gehad. We hebben gewonnen. Niet te geloven dat we gewonnen hebben. Yeah. En dat is het einde van de eerste helft. Het is 0-0, maar alleen door een wonder. Simulatiegegevens, alsjeblieft. Indrukwekkend, vindt u niet, meneer? De score gelijk getrokken. Rollen zijn nu omgekeerd. Ja, hoera! Dat is niet te geloven. Moet je iets bestellen, meester? Een hartendiefjes thee. Weet u zeker dat u dat wilt? Nee, deze. Welke bedoelt u, meneer? De wedstrijd tussen Raymond Junior High en Otaku Junior. De halve finale. De eerste helft is bijna voorbij en het staat nog steeds 0-0. Net, Raymond maakt gelijk in de laatste seconde. Het spijt me, Jude, dat meen ik echt. Maar ik moet je wissen. De school van mijn broer. Hier is het. Dit is onze kleedkamer, jongens. Wat kun je vinden over Dark's plannen? Oh nee, de files wissen zichzelf. Eén file is al genoeg. Doe iets. Het gaat niet. Dit gaat veel te snel. Alles is weg. En hier komt Raymond al. Wow, ze zijn strijdlustig. Heeft Raymond de districtsfinale van het voetbalfrontiertoernooi gewonnen? Kijk, de dingen die mijn teamgenoten en ik op de muur schreven, staan er nog steeds. Ik snap niet dat we dit nooit eerder gezien hebben. Inderdaad. En we zitten hier ook al 3 jaar. Ik had me juist zo verheugd op een nieuw clubhuis. Hier komt het eerste team, Sheridan Junior High! Ze mogen dan wel nieuw zijn, maar het zijn zeker niet de minste. Ze hebben onlangs Royal Academy verslagen. Royal Academy! Ze hebben hem wel verloren van Raymond, maar door hun succes uit het verleden mogen ze weer meespelen. Huh? Maar we gaan ze later vast nog wel zien. Hoe dan ook, hier staan ze. De ware toppers uit jeugdvoetbal, de trots van het hele land. Ieder jaar wordt in het frontiervoetbaltoernooi wedstrijd na wedstrijd gespeeld. En dit jaar zal het Frontierstadion opnieuw de plek... Oké, jongens. Hiertegen spelen we in de volgende ronde. Farm Junior High. Met 1 voor Farm Junior tegen 0 voor Raymond. Deed Sylvia precies hetzelfde door in het middelpunt te gaan staan. Het is lang geleden dat ik zo'n lef heb gezien. Raymond Junior heeft de stand gelijk getrokken. Mijn naam erop gezet. Nou wat. De aliens zijn er. Hoe doen ze dat? Oh nee. En de eerste helft is voorbij. Van God kapot. Er liggen overal vingers. En het is 1-0 voor Alpine Junior. Oh, zou dat het zijn? Ja, dat is het. Nou, kom op dan. Huh?
Wat? Die meisjes zagen hem hier voor het laatst. Oké, dag! Onze volgende stop is Agado Island. Het schip blijft 10 minuten aan wal. Verrassing! De Japanse selectie! Engeland. Verenigde Staten van Amerika. Italië. Schreeuw niet zo, ik ben niet doof, mam. Sylvia? Hoe lang was je van plan te blijven slapen? Schiet op, anders kom je te laat op je training. Ja. Dat is vast de vuurbalschroef. Doelpunt! Axel Blaze scoort terwijl hij een supertechniek verbetert. Inazuma Japan staat nu voor... Allebei in dat restaurant naar binnen gaan. Ja, hier zagen we hem naar binnen gaan. Oké, kom mee. Inazuma Japan staat momenteel voor met 1-0 en doet zijn best om dat zo te houden tot het laatste vlucht. Ik weet het nog goed. De Aziatische kwalificatiefinale van het voetbal Frontier Internationaal gaat verder. Wie zal de wedstrijd winnen en naar het WK gaan? Korea of Japan? De beste aanvaller Edgar Partinus heeft zo'n talent dat de grootste clubs van het profvoetbal over de hele wereld in hem geïnteresseerd zijn. Inazuma Japan. Geen idee, we zullen zien. Men zegt dat het de laatste jaren tot een van de beste teams van Azië wordt gerekend. Wat? Is de datum van de wedstrijd tegen Argentinië veranderd? De wedstrijd begint om 3:00 vanmiddag. Hoe lang zullen jullie teamgenoten het zonder jullie volhouden? In de eerste ronde moesten alle teams uit dezelfde pool tegen elkaar spelen. Alleen de teams die eindigen op de eerste en tweede plaats van hun groep gaan naar de halve finales van het toernooi. Dus het is nog geen verloren zaak voor ons dat we één wedstrijd hebben verloren. Volgens mij is alles klaar. Hey Eric, hallo. Gisteren was het treffen tussen de Engelse selectie, de Knights of Queen, en de Amerikaanse selectie, de Unicorns. Alleen de eerste twee teams van elke groep kwalificeren zich. We hebben nog één wedstrijd te spelen, maar onze tegenstander is het team van Italië, die bovenaan staat in onze groep. Over twee pools van vijf. De pools A en B. In elk van die pools spelen alle teams tegen elkaar. Als je een wedstrijd wint, krijg je 3 punten. Bij gelijkspel krijgen beide spelers 1 punt. Fase. Dit is de huidige stand van de teams in pool A. Het Engelse team, Knights of Queen, heeft als enige al 4 wedstrijden gespeeld. De andere 4 teams moeten nog 1 wedstrijd spelen. Onze Unicorns. 4 punten voor 1 overwinning, 1 nederlaag en 1 gelijkspel. Van wie kan het zijn? Dat is het handschrift van de aanvoerder. De Italiaanse selectie het op tegen Inazuma Japan in het Condor Stadion. Met dit gelijkspel komt Orpheus op 8 punten, waarmee ze hun plek als groepswinnaar veiligstellen. Inazuma Japan heeft in totaal 7 punten. Als Unicorns morgen wint, hebben ze ook 7 punten. In dit geval bepaalt het doelsaldo wie er doorgaat naar de eindfase. We zijn hier live bij de laatste wedstrijd van groep B van het voetbal Frontier Internationaal. Maar waar jullie gemotiveerd worden door jullie familie, hebben wij ook onze redenen om niet te willen verliezen. De directeur heeft ervoor gekozen om het te renoveren ter ere van jullie succes. Geslaagde, willen jullie gaan staan?